Voor internationale kenniswerkers en studenten die tijdelijk naar Eindhoven komen, is nog te weinig betaalbare en gemeubileerde woonruimte beschikbaar. Het onderzoek daarover is vanmorgen door Wethouder Fiers gepresenteerd. Dus op het moment dat je van het buitenland komt, zijn de meeste mensen geïnteresseerd in een gemeubileerde woning. Um, dus je neemt wel een deel van je hebben en houden mee, maar je verhuist niet alles mee. Voor de kenniswerkers die door het bedrijfsleven worden binnengehaald, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar het gaat vooral om de jonge kenniswerkers die nog niet zoveel verdienen. Mensen die wat meer verdienen, die kunnen gewoon een woning kopen of huren. Daar is niks mis mee. Maar zeker als je niet zoveel geld te besteden hebt, is het lastig om ook voor internationale studenten en medewerkers om zich hier te vestigen. En daar moet dus even wat extra aandacht voor zijn. Het huis van de kenniswerker kan op heel veel plaatsen staan. Maar er is toch een duidelijke voorkeur, zo blijkt uit het onderzoek. Dus eigenlijk het lief overal, wonen overal. Maar een voorkeur is toch wel om in het centrumgebied te wonen. En natuurlijk op het terrein van de TU. Er wordt al gewerkt aan uitbreiding op het TU-terrein. En de wethouder is ook druk om woonruimte te creëren boven winkels in het centrum. Een goed plan, maar het moet wel duidelijk aan een man worden gebracht. Uh, ik denk wel dat het, uh, dat het aanleggen van dit soort uh, nieuwe woningen, uh, specifiek hier uh, voor, uh, voor mensen die werkzaam zijn bij de universiteit, uh, dat gepaard moet gaan met, met goede informatievoorziening, goede Engelstalige informatievoorziening. En ik denk dat, daar, uh, dat dat wel een aandachtspunt is, maar dat doen we bij het expertcenter ook al heel veel aan. Onze website, onze, ons foldermateriaal, om in ieder geval betrouwbaar door te kunnen verwijzen naar allerlei soorten uh, private partijen waar je behoefte aan hebt uh, als je net in Nederland aankomt. Het Expertcentrum begeleidt al kenniswerkers en buitenlandse studenten met de raad en daad. Maar daar kan nog best een schepje bovenop, zegt Stoop. Ja, die, die informatievoorziening, daar, daar zie ik voor ons een hele grote rol actief weggelegd.